Je luistert naar Inform. Een podcast over radiovormgeving. Bas van Teijlingen gaat op zoek naar de verhalen achter de makers en hun vormgeving. Dit is Inform. Ik zit hier naast Jeroen van Inkel. Hallo. Hallo. Een jingle van jou is nu al een paar keer behoorlijk langsgekomen. Oh, dat vind ik fijn om te horen. Ja, dat is het kledingadviesliedje. Oh ja, ja. Ik wil heel graag meteen beginnen. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want in die periode boekten we standaard op donderdag een studio om promo's en jingles te maken. Dat was in het audiocentrum. Dat heette toen nog het muziekpaviljoen. Dat was nog de tijd van Hilversum 3. En dat was speciaal ten behoeve van het maken van jingles een ECK... Eindcontrole, nee, een RK, een radiokamer. RK stond voor radiokamer, was er ingericht met een multitrack apparaat. Dus kon je meerdere sporen opnemen, acht sporen. Allerlei verschillende soorten randapparatuur waar je hele mooie gal mee kon maken. Waar je gekke stemmetjes mee kon maken. Nou, in ieder geval van alles en nog wat waar je dus mee aan de gang kon. En in die ruimte staat ook altijd goede technici. Want dat was ook vaak een probleem in die periode. Er waren heel veel technici, maar er waren er heel veel die hadden geen zin om van die snelle dingen te doen met ons. Hele discussies over wel of niet galm erin. Op een gegeven moment hadden we een soort voorkeurslijstje, mochten we dan indienen. En die werden dan daar ook altijd in RK5 neergezet. In principe, het gebeurde ook wel eens dat er ineens iemand anders zat. Dan had je pech. Dan had je kans dat je een lijst had met 6 promo's, 2 jingles. Maar dat aan het einde van de dag dat je 1 promo had gemaakt. Ja. Dus dat was wel eens ingewikkeld. Maar die tijd die boekten we gewoon standaard. Dat was altijd donderdag, ik geloof vanaf 1:00 tot 's middags 5. Nee, 4. En dan kwam Frits. En Frits die maakte dan van die ruimte gebruik om nog wat dingen te doen voor zijn show. Vaak genoeg gingen wij nog even door tot grote irritatie van Frits. Stond hij in de deuropening. En terecht natuurlijk. Maar dat was dus een multitrack recorder. En daar kan je dus ook koortjes mee maken. Zangkoortjes. En het toeval wil dat ik die dag als technicus had... Sjoerd van den Broek. Ja. Ja, Sjoerd is ook zanger en gitarist en zit in een band. En we hadden alles gedaan wat we moesten doen en we hadden tijd over. En ik had het met hem erover dat mijn vrouw, toen nog vriendin, elke dag aan mij vroeg... Jeroen, wat zal ik aandoen? En dan, zoals dat werkt, dan zeg je iets. Nou, dan doen ze iets heel anders. Hè? Maar dat is een soort man-vrouw ritueel. Ja. En daar hadden we het over gehad. En we hadden gewoon wat privé dingen hadden we besproken. Dat hadden we en we hadden dus tijd over. Dus ik zeg, nou, ik ga nog even wat van die library LP's. Waar toen nog LP's doorluisteren. Of ik nog even een paar mooie muziekjes vind. Altijd op jacht naar leuke muziekjes. En dat waren van die Amerikaanse LP's. Die werden gemaakt door jinglebedrijven. En die maakten gewoon standaard. Muziekjes. En die kon je gebruiken voor sterreclame, maar ook voor radio. En ik zat er zo doorheen te luisteren. En op een gegeven moment kwam er eentje voorbij. En ik zeg, nou, dat is wel een grappig muziekje. Ja, ja. Want in principe was het kiezen van corny muziekjes toen, dat gebeurde niet. Nee. Iedereen had stoere... mooie, vette muziekjes. Althans, dat was het idee. Maar corny dingen, dat werd niet zo heel veel gedaan. Zeg maar wat we nu noemen fout. Yeah. Er is ook een tijd geweest, noemden ze het camp. Yeah. En ik denk, ah, dat is wel een heel gek muziekje. Dat is wel leuk om dat als contrast te gebruiken. Dus ik zat hem een paar keer zo door te luisteren. En toen zei Sjoerd, je kan daar overheen zingen. Wat moet ik aan vandaag? Ik zeg, wow, dat is te gek. Yeah. Dus toen hebben we voor Sandra, mijn vrouw, dat met z'n tweeën ingezongen. En meegenomen naar huis en liet ik aan haar horen. Nou, dat was natuurlijk lachen. Ja. Maar het was helemaal niet bedoeld voor op de radio. En toen zei ze, je moet er een item van maken. Wat moet ik aan vandaag? Dat is leuk, vinden de mensen leuk. En ik zat er zo aan te kijken. Ze heeft wel vaker dat soort goede ideeën gehad. En ik denk, ja, kut, inderdaad. Toen moest de tekst moest omgebouwd worden. Want er moesten een paar dingetjes veranderd worden om het voor de luisteraars begrijpelijk te maken. En niet alleen voor mijn vrouw. Nee.
Dat hebben we, en gelukkig die multitrack, dat was, ze werkte altijd, dat wat dan opgenomen was, dat bleef erop staan. En dan ging ze gewoon verder op de plaats waar de band nog leeg was. Dus, want het was ondertussen een week later en een heleboel mensen hadden daar alweer allerlei dingen gedaan. Dus wij zoeken op die band. Ja, 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 het staat er nog op. Nou, toen hebben we die tekst veranderd en gevraagd of Erik van Inkels kledingadvies wilde inspreken. Nou, dat heeft hij gedaan. Met zo'n forte erachteraan. En klaar. Schat, hallo, hoe staat het ermee? Ben je eindelijk klaar? De dag begint, je bent al te laat. Haal die föhn uit je haar. Elke keer vraag je het weer, wat moet ik aan vandaag? Je jurk te krap, je bent iets te dik. Hou op, waarom steeds die vraag?